Zo, dag 3 alweer. Vandaag is weer een nieuwe wandeldag. Ik moet echter eerst al een stukje lopen voordat ik mag gaan lopen. Ik had verwacht gewoon vanmorgen de bus te kunnen pakken die ik gisteren ook heb gepakt. Maar vandaag rijdt hij niet zo vroeg. Volgens mij rijdt hij vanmiddag wel, maar nu niet 's morgens om 7:30. Jammer, want ik ben vroeg naar bed gegaan en ik heb juist gehaast met het ontbijt om ervoor te zorgen dat ik op tijd weg kon gaan. Omdat ik toch nog wel een stukje te reizen heb voordat ik bij mijn eindplaats van gisteren ben. En dat is nu een beetje voor niks geweest. Ik moet nu 27 minuten lopen naar een andere bushalte. En dan kan ik wel in ieder geval met de bus naar de eindplek waar ik gisteren geëindigd ben. Niet ideaal. Maar ja, het is niet anders. Ik ga nu in ieder geval eerst een stukje lopen. En als ik dan straks weer op de eindplek van gisteren ben, dan ga ik weer filmen. Zo, ik ben eindelijk echt onderweg. Ik moest net nog vanaf de bus al een minuut of 10 lopen naar de plek waar ik gisteren geëindigd ben. En nu kan het eindelijk beginnen. Ik weet niet of ik het eerder al verteld had, maar vandaag ga ik 29 kilometer lopen. Het zonnetje schijnt al flink, zoals je misschien achter me kan zien. Dus ik heb me net bij de bushalte al even ingesmeerd. Want anders is het echt niet te doen. Als jullie mijn vlogs voorgaande jaren hebben gezien, dan weten jullie dat ik best wel eigenwijs ben als het gaat om insmeren. Dat ik eerst een dag moet verbranden voordat ik dat ga doen. Dus deze keer probeer ik er toch maar voor te zijn. Ik ben nu ongeveer 1,5 uur onderweg, dus ik heb nog wel even te gaan. Ik heb best wel last van mijn linkerbeen. Die is, niet last, maar spierpijn zit er nog in van gisteren. Als ik het goed zeg, is vandaag mijn laatste pittige dag. Dan wordt morgen en overmorgen in ieder geval iets minder pittig. Rond de 24, 25 kilometer. Dat zal even lekker zijn, om even wat rustig aan te doen. Want het is niet de bedoeling. Dat kan beginnen al blessure lopen of zo. Het vervelende is alleen dat je het niet altijd voor het uitzoeken hebt. Want op het moment dat er gewoon geen camping onderweg is, behalve als je wat verder loopt, dan moet je haast wel. Tenzij je continu de bussen zo aan de slag gaat. Maar er zit ook niet altijd bushaltes op de route, dus. Ja. Ik hoop dat de spierpijn nog een beetje wegtrekt van gisteren. En dat het maar een mooie dag verder mag worden. Ik moet nog ongeveer 2 uur en dan ben ik op de camping. Ik denk dat ik een beetje fout heb gerekend met hoe ver ik vandaag moest lopen. Volgens het boekje moest 29 kilometer, maar misschien heb ik dat verkeerd gelezen. Want volgens mij wordt het maar een kilometer of 22, misschien 23. En ook in de tijd dat ik aan zou komen op de camping, is niet aannemelijk dat ik dan al 29 kilometer gelopen heb. Op zich vind ik dat helemaal niet erg, want ik vind vandaag een beetje rustig gaan is niet verkeerd. Mijn linkerbeen voelt inmiddels weer een stuk beter aan. Dus laten we hopen dat dat vanavond ook zo blijft. En morgen natuurlijk. En voor nu ga ik proberen te genieten van de laatste paar kilometers.